het is zover, het is zover, het is zover. Mijn eerste pilootproject, Shine, is daar voor de prachtvrouwen onder ons. Een tweetal weken geleden heb ik een video op Facebook geplaatst waarin ik vertelde hoe geweldig ik het vond dat ik de laatste tijd zo gesteund ben geweest door veel mensen rondom mij, maar zeer specifiek door prachtvrouwen die mij hulp boden, gewoon uit liefde, zonder iets terug te verwachten. Ik vond dat zo mooi, zo geweldig en hij heeft me ongelooflijk goed gedaan. En in diezelfde periode ben ik ook gaan vaststellen dat, dat het heel erg belangrijk is dat wij vrouwen meer de voorgrond gaan nemen. Dat moet natuurlijk niet, hè? Maar ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die ergens nog een beetje in de schaduw leven, die ergens nog een beetje bevreesd zijn om naar buiten te komen, die nog wat angstig zijn om hun boodschap te laten horen of te laten zien, om te laten zien wie ze echt zijn en te zijn wie ze zijn. En ik denk dat het echt wel tijd is dat we dat laten varen. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat wij vrouwen mogen ons podium pakken, bij wijze van spreken. En podium pakken, dat bedoelt daarom niet letterlijk. Dat kan natuurlijk, dat je echt op het podium wilt staan en je boodschap gaan delen. Maar het kan ook op andere manieren. Het is figuurlijk ook dat ik het bedoel. Maar wat ik wel heel hard voel, en dat zit als een vuur te branden in mij, dat is dat wij vrouwen onze rol mogen gaan spelen en dat we die vrouwelijke energie, dat die echt wel nodig is in de toekomst. Het heeft lang genoeg geduurd, die hele mannelijke energie. En pas op, mannelijke energie mag er zijn, hè. Dat is daadkracht, resultaatgerichtheid, that's me. Maar we mogen daar wel wat meer balans in gaan brengen met vrouwelijke energie. En ondanks het feit dat ik heel graag met mijn mannen ook werk, voel ik nu heel hard dat ik iets met die vrouwen mag gaan doen. Dus dat had ik verteld in die video, heel veel fantastische mooie reacties op gekregen, dikke merci. En dan heb ik ook een enquête uitgestuurd een tijdje later, om eens te weten van wat leeft er nu echt. En ook daar ongelooflijk veel toffe reacties op gehad. En dat heeft nu geleid tot een aantal projecten die ik dus in de wereld wil gaan zetten. Niet allemaal alleen. En mijn eerste project dat ik in de wereld wil zetten nu is een workshop. En ik heb dat Shine genoemd. Hè. Er zijn heel veel namen gepasseerd, maar Shine past wel goed. Ik zeg ook heel vaak stand up, take a stand, stand out en shine. Dus ja, shine, why not? Dus wat is dat pilootproject? Wat ik wil is eigenlijk, ik ben op zoek naar een aantal van die prachtvrouwen, die geweldige dames, die zeggen van yes, het is tijd om meer in het voetlicht te gaan staan. Daarom niet van all eyes on me en ik weet het allemaal beter enzovoort. Maar wel ook om die rol te nemen die belangrijk is. De wereld heeft jou nodig, ik heb jou nodig, onze volgende generaties hebben jou nodig. Ik vind dat echt geen gezever, dat is echt geen fluffy praat. Het is echt super belangrijk. We hebben jou nodig, dus blijf niet ergens in de schaduw zitten. Maak jezelf niet monddood. Houd jezelf niet klein. Durf gewoon naar buiten te komen, op welke manier dan ook. En als jij daar ondersteuning bij kan gebruiken, dan ben jij misschien wel de juiste persoon voor mijn pilootproject. Dus dat is een workshop waarin dat we gaan kijken, samen met een aantal gelijkgestemde prachtvrouwen gaan we kijken. Wat is nu mijn boodschap? Wat is jouw boodschap? Wat is jouw missie? Wat kom jij hier eigenlijk doen op deze aardbol in dit leventje? Hè? Welke geweldige rol heb jij hier te vervullen? En hoe ga je ervoor zorgen dat je die rol echt ten volle kan vervullen? Hoe ga je ervoor zorgen dat die boodschap, die missie van jou ook gehoord kan worden? Wat houdt jou eventueel tegen? Hè? Wat zijn zo die belemmeringen die jou tegenhouden, ja, die obstakels die jou tegenhouden, misschien wat stemmetjes in je kop en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die kunnen uit de weg helpen, zodat je er inderdaad mocht staan, dat je mocht stralen, dat je er mocht zijn, dat je mocht laten horen, dat je mocht laten zien. En dat is eigenlijk wat we gaan doen in die workshop. Dus echt voor jou gaan we kijken, oké,
wat heb ik hier nu te doen? En het dan ook doen. Hè? Dat is dan weer een beetje mannelijke energie. Just do it. Laat u zelf niet meer klein houden. En we zijn er dan met die gelijkgestemde vrouwen om u te ondersteunen en to cheer you. Om u aan te moedigen, hè? To cheer. Dat is eigenlijk mijn pilootproject. Een workshop van een hele dag. Zeer waarschijnlijk aan het zeetje. En daar gaan we in een kleine groep gaan samenwerken rond die boodschap en die zichtbaarheid. En ons durven te laten zien in co-creatie ook, samen met een aantal andere vrouwen. Dat is het eigenlijk. Je hebt de mogelijkheid tussen in groep werken, hè, dus dat is mijn pilootproject. Maar je hebt ook mensen die zeggen, ja, maar ik wil liever één op één werken. Dat kan ook. Ik kan ook een VIP-dag met jou organiseren als je dat liever hebt. Dan kan ik nog meer tailor-made gaan werken natuurlijk. En investering, hè, dat is misschien ook een vraag die er is. Voor die hele dag all-in, hè, dus alle dranken, eten, lunch, werkboek, weet ik wel, fun, plezier, tips, tricks, whatever. Nee, all-in dag is aan pilootprijs €250 exclusief BTW. En je kan ook in schijven betalen, 12 schijven van €25. Dus ik hoop dat de drempel daarmee laag genoeg is, zodat jij, als je echt voelt van, ah, ik wil hier echt inderdaad iets doen in deze wereld, ik wil mijn stem laten horen, ik wil mezelf laten zien, dat je daar die mogelijkheid krijgt. En als je zegt van, ja, ik heb daar wat steun bij nodig, dat ik jou daar dan kan in ondersteunen. Want ik ben zelf al jarenlang nogal zichtbaar, letterlijk en figuurlijk het podium gepakt. Letterlijk en figuurlijk ook echt uit mijn comfortzone gegaan om moeilijke boodschappen te brengen. Met soms alle gevolgen van dien, maar dat is te belangrijk. Ik vind het te belangrijk om mijn boodschap te brengen. Ik vind het te belangrijk voor de wereld en ik kan niet zwijgen. Ik mag niet zwijgen en het is niet altijd gemakkelijk. Maar dan vandaar dus dat het zo tof is dat ik dan die gelijkgestemde vrouwen heb rondom mij. Die prachtvrouwen die er zijn om mij aan te moedigen. En om ook dus af en toe letterlijk en figuurlijk mijn podium te pakken. Maar het gaat niet over mij, het gaat over jou. En ik wil jou graag ondersteunen daarin. Dus als u iets zegt, dan zou ik zeggen, ga eens naar het linkje kijken dat ik hierbij zet. En als je zegt van, dit is het voor mij, dan schrijf je in. Wees er snel bij, want ik wil zo rap mogelijk die eerste pilootprojecten de wereld induwen. De data staan ook al vast, ik ken ze niet van buiten. Ik zal ze erbij zetten, staan op de landingspagina. Ik denk dat zo'n beetje de boodschap was die ik wilde brengen. Dus ik zou zeggen, let's go for it. Ik heb er heel veel zin in. De wereld heeft jou nodig. Ik heb jou nodig. Durf er te staan. Durf te stralen. Durf te shinen. Love you.